Johan van Heertum, coach onder 19 na het drie landen toernooi en de 1-3 verlies tegen Engeland. Je eerste reactie? Nou, ik vind dat we de eerste helft, als ik kijk naar het spel wat we gespeeld hebben, dan denk ik dat we de Engelsen redelijk onder druk hebben kunnen zetten. En hebben we ook geprobeerd zoveel als mogelijk, zover mogelijk van ons eigen doel af te spelen. Ik denk dat we daar aardig in geslaagd zijn. En dat heeft toch te maken met, we hebben afgesproken om met en voorste linie en middenlinie proberen de opbouw te storen. En dan, wat van de week het probleem was tegen de Fransen, hebben we nu beter gedaan. Die achterste linie heeft gewoon beter de aansluiting verzorgd. Waardoor we daardoor eigenlijk relatief niet in de problemen komen. Nou, als ik dan kijk naar de tweede helft, dan hebben we daar wat meer moeite mee. En dan spelen de Engelsen ook wat directer naar voren. Ja, dan maken we daar wat fout in. En dan zie je ook weer dat die achterste linie achteruit gaat lopen. En dan is de aansluiting naar de voorste, naar de middenlinie toe, dat wordt eigenlijk wel lastiger. Ja, dan kom je in problemen. Neem niet weg dat ik wel vandaag hele goede dingen gezien heb. Deze twee wedstrijden waarvan Frankrijk ook in de EK-kwalificatiepool richting het EK zit. Lopen jullie op schema? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Kijk, deze twee wedstrijden zijn natuurlijk een mooie graadmeter om te kijken van waar je daadwerkelijk staat. En ik denk dat we wel, als ik kijk naar deze twee wedstrijden, dat we een aantal dingen hebben kunnen bewerkstelligen. Ja, waar je deze wedstrijden echt daadwerkelijk voor nodig hebt. Nou, dat spelen heel compact en met druk op de bal. Ja, daar ben ik wel tevreden over op de manier zoals dat gebeurd is. Ja, en dat is wel weer een mooie stap om dadelijk in het voorjaar, in februari, om dat weer voor te zetten. En om zelf, op het moment dat we zelf aan de bal komen, ook weer beter te gaan voetballen. Nou, al met al ben ik tevreden over deze twee wedstrijden. Als laatste, wat moet er nog gebeuren om daadwerkelijk het EK te halen? Nou ja, je moet sowieso winnen. En dat hebben we vandaag natuurlijk niet gedaan tegen Engeland. Van de week tegen de Fransen een wat beter resultaat. Ja, wat ik al zeg, met name op het moment dat we zelf de bal gaan krijgen, ja, dan moeten we toch zorgvuldiger spelen. Geduldiger zijn in de opbouw, wat dominanter in het middenveld. Ja, en proberen toch de juiste keuzes vooruit te maken. Nou, daar zullen we wat stappen in moeten maken. En de scherpte in het 16 meter. Want ook vandaag hebben we in de eerste helft een aantal kansen gecreëerd. En ja, daar maken we er vandaag geen van. Ja, dan wordt het lastig. Dus scherpte in die 16 is zeker nodig om tot resultaat te komen.